Kunnen Zeeland Seaports naar Rotterdam en Amsterdam de derde haven in overslag en wat betreft toegevoegde waarde zelfs de tweede zeehaven van Nederland en de haven van het Vlaamse Gent fuseren? Dat was de vraag tijdens de fusieverkenning die de afgelopen maanden is gedaan. De uitkomsten van het onderzoek zijn overhandigd aan de aandeelhouders van beide havenbedrijven. Het is nu aan hen om zich over de uitkomsten te buigen. We hebben vastgesteld in de vorige jaren dat er een consolidatie is in de keten, zowel bij de industriële als de logistieke groepen. En dat vereist dat het havenbedrijf kritische massa heeft. Ook de nieuwe rol van havenbedrijven in de digitaliserende wereld, in de automatisering, vereist voor de innovatiekracht ook kritische massa. Daarom is een fusie wenselijk of noodzakelijk. De fusiepartners stellen voor dat de grensoverschrijdende fusiehaven de vorm krijgt van een Europese vennootschap. De twee huidige CEO's zullen samen de leiding voeren over het nieuwe bedrijf. Op verschillende gebieden is de wetgeving in België en Nederland anders. Maar met de Europese vennootschap kun je naar modellen werken die een compromis vormen tussen beide wetgevingen. Eerder onderzoek toonde de sociaal-economische wenselijkheid voor de regio aan. Het onderzoek dat nu is gedaan in de verkenningsfase toont ook de technische haalbaarheid. Het onderzoek toont tevens aan dat een fusie op basis van gelijkwaardigheid mogelijk is. Dit was voor beide havenbedrijven steeds een belangrijk uitgangspunt. Wel, de voorstellen die in de vorige intensieve periode van zes maanden door die directies zijn geformuleerd als oplossing om tot de fusie te komen, die zijn. Unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Havenbedrijf Gent en unaniem goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Zeeland Seaports. En nu worden deze voorstellen aangeboden aan de aandeelhouders, want uiteindelijk zijn het de aandeelhouders van een bedrijf die ultiem beslissen of er een fusie al dan niet tot stand komt. Daarnaast gaat er ook een proces van informatie- en medezeggenschaps. Uh, organen in, zodat de ondernemingsraad van Zeeland Seaports ook haar advies kan uitbrengen over deze fusieplannen. Zeeland Seaports verwacht voor het einde van dit jaar het fusieproces rond te hebben.